Op deze plek is Jorge Eliezer Gaitán doodgeschoten. Hij was een prominent Colombiaans politicus en als gevolg van zijn dood ontplofte de boel in Bogota. Het leidde tot een gruwelijke rel waarbij vele mensen stierven. Maar dit leidde tot nog meer geweld in het hele land en dat duurde maar liefst 10 jaar lang. Deze periode van deze Colombiaanse burgeroorlog staat bekend als La Violencia. Maar eigenlijk begon het geweld al eerder. En volgens sommigen gaat het geweld tot op de dag van vandaag nog door. In deze video ga jij leren over de tragische periode in de Colombiaanse geschiedenis genaamd La Violencia. Veel Zuid-Amerikaanse landen hebben een donker verleden. Maar ik denk dat we toch echt wel kunnen zeggen dat Colombia misschien de meest lelijke geschiedenis kent. Sinds de onafhankelijkheid van Colombia is het land geplaagd door interne conflicten. Als je de aflevering nog kunt herinneren die ik maakte over Simón Bolívar's Gran Colombia, dan kun je nog herinneren dat er tegenstellingen waren tussen de centralisten en de federalisten. Maar zelfs na de ontbinding van Gran Colombia, en Colombia stond vanaf dat moment bekend als de Republiek van Nieuw Granada, vonden er burgeroorlogen plaats. In de tweede helft van de 19e eeuw vochten veelal de conservatieven, zij die zaken wilden behouden, tegen de liberalen, zij die zaken wilden veranderen, simpel gezegd. Interne strijd vond plaats in de jaren 60 van de 19e eeuw, de jaren 70, 80 en zelfs 2 burgeroorlogen in de jaren 90 en de tweede duurde tot 1902. En die staat bekend als de Duizenddaagse Oorlog. Hier vochten de liberalen opnieuw tegen de conservatieven. Het leidde tot grootschalige verwoestingen en een immens verlies aan mensenlevens. Naar schatting zijn er in deze strijd tussen de 100.000 en de 180.000 Colombianen om het leven gekomen. De conservatieven wonnen dit conflict. Overigens, door het conflict werd Panama ook afgescheiden van Colombia. De conservatieven zouden Colombia voor de komende tientallen jaren regeren. Conservatief in cultuur, maar als we gaan kijken naar hun economische beleid, dan was er veelal sprake van liberalisme. In de periode 1932 bereikte economisch liberalisme en politiek conservatisme een hoogtepunt. De basis voor deze symbiose was een bijzondere koffie-economie die grotendeels gebaseerd was op kleine boeren in het westen van het land en een bevolking die sterk beïnvloed werd door de geestelijkheid en door conservatieve verkiezingspolitiek. In 1930 kreeg Colombia voor het eerst weer een liberale president. Zijn naam was Enrique Olaya Herrera. Door de grote depressie, de economische wereldcrisis die toen plaatsvond, was er enorm veel ontevredenheid. En de liberalen waren niet 1, 2, 3 in staat om de economische malaise het hoofd te bieden. En dit zorgde ervoor dat er dus weer veel interne tegenstellingen naar boven kwamen drijven. Er vond ook veel geweld plaats in de jaren 30. Sommige historici beweren dat La Violencia, die burgeroorlog die plaatsvond van 1948 tot 1958, in wezen al begonnen was in de jaren 30. Maar wat waren nou de onderliggende redenen voor dit geweld? Dat had grotendeels te maken met de slechte werkomstandigheden waarbij de werkers op het land te maken hadden. In 1928, vlakbij Santa Marta, de noordkust van Colombia, vond een staking plaats van werkers in de bananenplantage. Het Colombiaanse leger werd er naartoe gebracht en wat volgde was een bloedbad. Tussen de tientallen en honderden stakers kwamen hierbij om het leven. En dit stelde het volgende vast. Oneenigheid zou enkel kunnen worden beslecht met geweld en niet met politieke oplossingen. Door de grote depressie werden veel mensen op het platteland van het land verdreven. En hoewel er dus een liberale president aan de macht was, veranderde er weinig voor de werkers op het land. De omstandigheden bleven bar slecht. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Colombia neutraal. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor verbrak Colombia de diplomatieke betrekkingen met de asmogendheden. En na een aantal onderzeebootaanvallen op Colombiaanse schepen verklaarde Colombia de oorlog aan de asmogendheden. Al heeft Colombia nooit troepen gestuurd om daadwerkelijk te vechten in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven de Noord-Amerikanen veel geld aan Colombia en de Colombianen gebruikten dit geld om nieuwe wegen aan te leggen en de landbouw te verbeteren. Maar ondanks dit alles bleef de kloof tussen arm en rijk gigantisch. Er was één Colombiaanse politicus die bereid was om hier verandering in te brengen.
Hij wilde deze conservatieve oligarchie aanpakken. Dit was een advocaat uit Bogota. Een jonge en charismatische man die in Italië had gestudeerd en geïnspireerd was door de toespraken van Benito Mussolini. Deze man heette Jorge Eliezer Gaitán. Hij werd geen fascist, nee, want hij wilde opnemen voor de arme arbeidersklasse in Colombia. En hij kreeg enorm veel aanhang. Tijdens de presidentsverkiezingen van 1946 wilde hij zich kandidaat stellen, maar helaas, de Liberale Partij ging hier niet mee akkoord. Een conservatieve kandidaat werd verkozen tot president en veel liberalen waren hier enorm ontevreden en gefrustreerd over. Maar het plan was dat Gaitán kandidaat zou worden voor de presidentsverkiezingen van 1950. En als hij zou worden verkozen, dan zou hij Colombia veranderen. Het kwam echter nooit zo ver. Op 9 april 1948 dronk hij zijn laatste koffie in dit café, Café Pasaje, in het centrum van Bogota. Hij liep vervolgens naar de volgende straat, naar zijn kantoor, en op deze plek werd hij doodgeschoten. Hij werd doodgeschoten door Juan Roa Sierra. Er zijn verschillende theorieën over deze moordaanslag. Sommigen beweren dat de Sovjet-Unie erachter zat. Anderen beweren dat de Verenigde Staten erachter zaten. Veel geloofden dat het een conservatieve samenzwering was. De dader, Sierra, zette het op een rennen, maar werd ingehaald door een woedende menigte en ter plekke gelyncht. Maar daarmee eindigde het geweld niet. Want wat volgde was een 10 uur durende chaos, die bekend staat hier als El Bogotazo. First pictures from Bogota reveal the capital of Colombia in the grip of unrestricted anarchy following the assassination of the Liberal Party leader, Dr. Gaitán. Mobs sweep through the streets armed with guns and machetes. Hardly a building or a shop of any size is left undamaged. Incited to further violence by broadcasts from seized radio stations, the mob destroys one government building after another. Hierin vonden honderden tot duizenden mensen de dood. Wat er precies gebeurde, is moeilijk te omschrijven, want het was complete anarchie. Kijk maar eens naar deze foto. Hier zien we vermoedelijk liberale demonstranten die gedronken hebben en bewapend zijn met stokken, messen en machetes. Interessant genoeg wist jij dat de toekomstige Cubaanse leider Fidel Castro aanwezig was bij de rellen. Hij heeft er ook aan deelgenomen. Winkels werden geplunderd en ook tramwagens werden omvergeworpen en in brand gezet. De liberale demonstranten waren woest dat hun geliefde politicus Gaitán was vermoord. En ze mobiliseerden elkaar via de radio. Ze wilden het presidentiële paleis op Plaza Bolívar bestormen. Eén persoon schreef daarover het volgende. We voelden angst en hadden een gezicht van waanzin omdat we niets konden doen. Niets. De onmacht van de mannen met hun ogen wijd open, kwijlend. We zochten allemaal een manier om wraak te nemen, om in het paleis te komen. Dat was wat we wilden. Op dat moment was er geen angst. Wel moed en vastberadenheid. Liberale politici probeerden de woedende menigte te kalmeren, maar dit had geen succes. De politie kon ook niets doen. In sommige gevallen hebben politieagenten zich aangesloten bij de demonstranten en uiteindelijk moest het leger eraan te pas komen om de orde te herstellen. Tussen de 600 en de 3000 mensen zijn omgekomen en zeker 500 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De liberalen die gaven de schuld aan criminele elementen in de menigte. De conservatieven die gaven de liberalen de schuld. Beschuldigen hen ervan dat ze waren geïnspireerd door het internationaal communisme. De Colombiaanse president op dat moment die verbrak de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie. Deze rel, El Bogotazo, die grote delen van de binnenstad van Bogota verwoestte, staat bekend als het begin van La Violencia. Een onverklaarde burgeroorlog die plaatsvond in Colombia. Maar het was niet echt je typische burgeroorlog. Want kijk, in een normale burgeroorlog heb je verschillende partijen die tegen elkaar strijden. En dan heeft deze partij dit gebied in handen en die partij heeft dat gebied in handen. Maar daarvan was geen sprake van bij deze Colombiaanse burgeroorlog. Want als we uitzoomen op een macro level naar dit conflict kijken, wat we zien? We zien communistische en liberale milities die vochten tegen het Colombiaanse leger en conservatieve milities. Als we inzoomen, wat gebeurde er nou daadwerkelijk op het Colombiaanse platteland? Zien we dat er plaatselijke ambtenaren, zij recruteerden burgers
om voor hun te vechten. Oude rekeningen werden vereffend en verschillende groepen vochten over verschillende gebieden en de bronnen. De Uruguayaanse journalist Eduardo Galeano schreef het boek De Aderlating van een Continent en hij schrijft De Vreedheid. Het was een oorlog van ongelofelijke vreedheid en het werd steeds erger naarmate de oorlog vorderde, wat de lust naar wraak voedde. Nieuwe manieren van doden kwamen in zwang. De corta corbata bijvoorbeeld liet de tong uit de nek hangen. Verkrachting, brandstichting en plundering gingen maar door. Mensen werden gevierendeeld of levend verbrand, gevild of langzaam in stukken gesneden. Troepen verwoesten dorpen en plantages en de rivieren werden groot van het bloed. De eerste jaren van het conflict waren de ergste. In het eerste jaar alleen al vielen er naar schatting 43.000 dodelijke slachtoffers. Het conflict liet zien dat Colombia gefaald had als een staat. In plaats van dat je kunt zeggen dat dit een burgeroorlog was, kun je dit conflict ook wel omschrijven als het wegvallen van de sociale orde in complete anarchie. Waar het begin van het conflict tijdens El Bogotazo nog plaatsvond in de stad, vonden de meeste gevechten en moordpartijen plaats op het platteland. De mensen op het platteland trokken zich niets meer aan van de regering in Bogota. Daarin zaten ambtenaren die hen wetten voorschreven, terwijl ze geen idee hadden wat er precies speelde op het Colombiaanse platteland. De Liberale Partij deed niet eens meer mee aan de presidentsverkiezingen in 1950. En dit laat zien dat vanaf nu af aan het antwoord op politieke problemen heel simpel was, namelijk geweld. De mensen op het platteland realiseerden zich dat de Colombiaanse regering, gezeteld in Bogota, niets voor hen kon doen of zou doen. En daarom namen ze het recht in eigen hand. Het geweld wat plaatsvond tijdens La Violencia laat zien dat er zo'n enorme kloof was tussen zowel rijk als arm, maar ook tussen de bevolking in de stad en de bevolking op het platteland. De meeste van de 200.000 dodelijke slachtoffers die vielen tijdens dit conflict waren jonge, arme mannen. Hoe probeerde de Colombiaanse regering het geweld te beëindigen? Na het presidentschap van Ospina werd de conservatieve Laureano Gómez de volgende president. Gómez werd echter omvergeworpen in 1953 door een legerleider genaamd Gustavo Rojas Penilla. Penilla was erop gebrand om het bloedvergieten te beëindigen. En hij verklaarde dat iedere strijder, zowel conservatief als liberaal, die zijn wapens zou neerleggen, niet zou worden vervolgd. En dit beëindigde het geweld grotendeels. Echter de meer geradicaliseerde facties, zowel de linker als de rechterflank, die vochten door. En in hun gebieden regeerden ze over het gebied als een soort van hun eigen mini-staatje. In 1957 werd het Nationale Front opgezet. En dit was een samenwerkingsverband tussen de liberalen en de conservatieven. Het idee was dat iedere 4 jaar er een andere president zal worden aangesteld. Dan weer een conservatieve en dan weer een liberale president. Het lijdt weinig twijfel dat het Nationale Front erin geslaagd is het geweld op het platteland te temperen. Maar de vijandigheid, woede en moorden uit wraak op het platteland zijn niet van de ene dag op de andere beëindigd door een politiek akkoord van de elite in Bogota. Geleidelijk werd het geweld, net als in andere Colombiaanse conflicten, contraproductief. Want door het geweld leed de Colombiaanse export enorm. Er werd veel minder koffie geëxporteerd, daardoor ging de economie erop achteruit en daardoor was het niet meer zo productief om elkaar uit te moorden. En zo eindigde La Violencia, volgens historici was dat in het jaar 1958. Maar met het eindigen van La Violencia eindigde het geweld niet. Want in 1964 brak er opnieuw een conflict uit. Dit conflict staat bekend als het Colombiaanse conflict en duurt tot op de dag van vandaag nog voort. Wellicht heb je wel eens gehoord van de verschillende groepen die deelnamen aan dit conflict. Op de linkerflank had je guerrilla-groeperingen zoals de ELN en de FARC. Daarnaast had je rechtse paramilitaire milities. En niet te vergeten de beruchte drugskartels, zoals het Cali-kartel en het Medellín-kartel. De laatste werd gerund door Pablo Escobar. Dit alles leidde tot moorden, ontvoeringen, terroristische aanslagen en bloedbaden. Naar schatting kwamen hier nog eens 200.000 mensen bij om het leven en miljoenen Colombianen sloegen op de vlucht. De reden waarom een stad als Bogota zo enorm groot is, heeft hiermee te maken. Want veel mensen van het platteland zochten een
veilig heen komen in de stad waar ze hoopten aan werk te kunnen komen. Pablo Escobar werd gedood begin jaren 90 en in 2016 werd er een vrede getekend. Dit werd geregeld door de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, waarbij de Colombiaanse regering een wapenstilstand sloot met de FARC. En dit leidde tot de de-escalatie van het geweld. Hiervoor won Santos de Nobelprijs voor de Vrede. En hierna begon het toerisme in Colombia op te komen. Er zijn helaas nog steeds groeperingen die de wapens oppakken. Met name in de grensregio's bij Ecuador en Venezuela. En dan had je ook nog eens de grote vluchtelingencrisis van Venezuela. Dat zijn allemaal onderwerpen waar ik het later met jullie over wil hebben. Ik wil afsluiten met iets positiefs. Want van een land dat zo verscheurd is en waarin zoveel ongekende bloedbaden en wreedheden hebben plaatsgevonden, is Colombia nu een hele populaire bestemming voor toeristen. En nadat ik zelf heb gereisd door verschillende Zuid-Amerikaanse landen, kan ik zeggen dat Colombia toch echt wel het meest vette land is om te bezoeken. Ik wil ook nog even Nicolas bedanken. Hij heeft mij rondgeleid in het stadscentrum van Bogota. Wil jij nu meer leren over Gran Colombia? Klik hier en klik hier voor mijn video over Colombia tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.